vuurwerk. Steeds meer overlast werd er gemeld. 10.000 klachten zijn er al binnengekomen. En dat is dus allemaal vuurwerk wat niet afkomstig is uit eigen land. Sinds de vuurwerkramp in Enschede zijn er strenge regels als het gaat om de verkoop van vuurwerk in ons land. Sjaak Theeuwen in Merum, de fietsenmaker, heeft zo'n verkooppunt. Het vuurwerk wordt opgeslagen in 2 bunkers achter de zaak. En die werden elk jaar opnieuw gecontroleerd. Wie kent het toch, Sjaak, dat er ondanks er geen vuurwerk verkocht moet, weer zoveel klachten zijn van de vuren dan? Nou, dat denk ik dat wel door illegaal vuurwerk komt, want legaal vuurwerk mogen dus nu nog niet uitgeleverd worden. En ja, de stroom van legaal vuurwerk is goed geregeld in Nederland. Daar kunnen we ook geen spijt meer tussen krijgen. Het illegale vuurwerk is natuurlijk een heel ander probleem aan het worden. Er komen van allerlei lijnen, zoals bijvoorbeeld wie België, maar Duitsland en Polen en Hongarije, noem maar op. Daar komen allemaal illegaal vuurwerk van binnen. Ja, dit is heel moeilijk te traceren natuurlijk. Maar dat zijn dus wel op dit moment de mensen wat de overlast geven. En hoe bijvoorbeeld knallen vanaf komen, dat iedereen zegt van ja, wie is het bij God mogelijk. Ja. En dat is geen legaal vuurwerk. Ja, maar dan vroeg je zich toch af wie de overheid er tegenover staat. Want er zijn al meer dan 10.000 klachten nu al binnen. Ja, dat is misschien wel ook een beetje het hypocriete en het dysfunctioneren van hun systeem. Dus dat ze er niet de vinger achter kunnen krijgen. Dat, ja, en vooral vind ik heel leuk, ja, jong mensen. Die zijn niet met gereden, hoor ik wel eens een keer rond gewoon. Dat ik denk van ja, wie is het begot mogelijk dat die er een eind mogen krijgen. Ja. Die zussen dus op een gegeven moment wie de verpakking binnenkant, ze moeten voor zich hier opslaan. In deze verpakking zit er dus, die er ook in de transportverpakking zit. Hij moet er dus helemaal aan voldoen, daar mogen we niks aan doen, hij moet hier zo neergezet worden. Maar dan ziet hij een stapelhoogte in de bunker. Die stapelhoogte die is bepaald geworden door de sprinklerinstallatie. Hier mag ik maar 1,70 meter tot 68 hoog. Dus ik mag hier niks hoger opstapelen, anders hebben de sprinklers geen functie. Dit is een speciaal sprinklersysteem. Het is namelijk een open sprinklersysteem. Dat wil zeggen, zodra als dit ding kapot springt, wie in een normale sprinkler, gewoon die is open sprinklers, moeten die direct water geven. Het is een zeer geavanceerd systeem, want het systeem moet er aan voldoen, dus dat er direct in één keer, egal wat er gebeurt, alle water eruit gooit. Er moest natuurlijk op die verkooplocatie moesten dus ook sprinklers hebben. Er moesten mensen hebben die wel van de hoorde en de rand weten, dus dat wil zeggen wie ze met vuurwerk om moeten gaan. We moeten 2 bunkers hebben omdat we een scheiding moeten maken tussen de transportverpakking, waar de buffer voor bewaarplaats moet plaatsvinden, en voor de losse verkoop. Dat wil dus zeggen, het vuurwerk moet dus uit de kratten gehaald worden, losgeknipt worden, en zo op die manier wordt het dan uit de verpakking gehaald en naar de winkel hergebracht, zodra als het dus nodig is. Ja. Ja. De bunkerinstallaties die werden altijd gecontroleerd, eerder jaar op nu. Het hypocriete ervan is dat die een beetje moeten voldoen aan de eisen, waar bijvoorbeeld ook de Shell in Pernis, en moet gewoon voldoen. Dus het geeft heel erg wiet. Zo'n inspectierapport dan best al alleen aan een dikke 1500 euro kwiet. Alleen om het op te laten stellen en voor het weer bij de gemeente aan te dienen. Dat zie, zou ik maar zeggen, overal de rug op free hebben en zeggen, nou dit is gekeurd door een instantie wat over geaccrediteerd is. Dat wil dus zeggen, die mannen, daar komt dus eigenlijk een grote inspecteur, die komen gewoon alles naar kijken, naar deze kleine bunker van een kleine, ja, van een klein fietsenzaak, laat ik het zo zeggen, of van een fietsenzaak, die wat dan op een gegeven moment zei van, nou, we willen er vuurwerk bij verkopen. Die eisen zijn in mijn optiek een beetje onredelijk groot. En ook qua kosten is dat bijna niet meer vol te haaien. En dan kruipt ze natuurlijk de trend van de vuurwerk is zich ook aan het verplaatsen. Brugge had ze mooie vuurwerk en ook al, dat is de trend. Ja, dat is inderdaad waar. Nu merk je goed zo dus dat de vuurweerliefhebber gaat agressieve vuurwerk moet hebben. Dat moet dus echt wel uit die put komen. Wat is dit eigenlijk van de pot, Sjaak? Dit is een grote keek, zoals die genoemd wordt. Dat bestaat uit meerdere kleinere keken. Die kleinere keken die hebben de mogelijkheid voor dus aan elkaar geloond te werden. Dus dat kan ze dus doorverbinden met elkaar. Volgend jaar is het een nieuwe wet geworden, dan mocht de fabrikant dat al doen. Dus dan kunnen ze met één lunchje ze deze hele keek afsteken en genieten van een geweldig stuk. En dat moet ik eerlijk zeggen, want er wordt ook een grote vuurwerksoos gebruikt. Dan genieten ze van een geweldig stuk vuurwerk. Wat echt wel hartstikke veel is, vind ik zelf, want het staat op de grond. Er gebeurt niks meer met, door ze maar één keer aan te steken. En dan kunnen ze gewoon een dikke 5-10 minuten nog een stuk vuurwerk kijken, wat heel mooi is. En belangrijk is, veilig en legaal. Ja, ik vind van zelf van wel. Hier hebben ze met een gerust gehaard. Kunnen ze hier dus echt wel zeggen dus dat de vakmannen er gekeken hebben, die wat het getest hebben en die wat zeggen, dit voldoet eraan. En dat is gewoon goed. Blijf altijd vuurwerk.
Dus zakken ze zo'n doos met wel een crisis in met? Nee, dat mogen we nu natuurlijk niet leveren. De laatste 3 dagen van het jaar mogen we dat pas gaan verkopen. Mogen we dat pas met gaan geven. De online verkoop, de lokale alle. Dus er waren heel veel mensen die wat online gaan bestellen. En het metgeven, het echte metgeven, mogen we pas de laatste 3 dagen van het jaar doen. Dus de laatste 3 verkoopdagen van het jaar, dat is de 29e, 30e en de 31e, mogen we goed leveren. Ja. Ja, dan zal ik even maar te wachten voor ik het keekje kom halen. Ja, ook toe Christen, degene met.